Ik heb een aantal statements en daar wil ik graag een heel kort antwoord op hebben. Landbouw. Dat is en grootschalig op tal van terreinen, maar tegelijkertijd heeft men ook de uitdaging opgepakt om goed met het landschap om te gaan en ook op een aantal plekken heel kleinschalig te opereren. En die mix die zal ook de innovatie van de landbouw bepalen. Maar dan denk ik ook om daarop aan te vullen dat alle reststromen uit de landbouw, maar ook alle reststromen uit de natuur, zo optimaal mogelijk gebruikt worden als biomassa worden ingezet voor duurzame energie. Want tegen die tijd zal het zo zijn dat dat geen afval is, maar gewoon essentiële grondstoffen om een stukje van die duurzame energievoorziening ook te vullen. Dat zijn hele bijzondere boeren die op hele verschillende manieren hun geld verdienen. Aan de andere kant zul je ook in een groot deel van Drenthe boeren hebben die vrij grootschalige bedrijven hebben. Op een schaal die waarschijnlijk 3-4 keer zo groot is als de bedrijven die we nu hebben. En die op een hele efficiënte manier voor de wereldmarkt produceren. Maar die hele sector is zich dan wel van bewust dat je dan tegelijkertijd ook wat terug moet doen richting natuur en milieu in onze provincie. Nee, ik denk dat in 2040 er geen verschil meer is tussen biologische landbouw en normale landbouw. Want dat in feite de hele agrarische sector zegt van als je in de toekomst goed wilt produceren, dan zul je dat vooral duurzaam moeten doen.